Welkom bij weer een nieuwe video van Speleiland.nl. Ik ben Ronnie en vandaag gaan we het hebben over het spel Mushroom Madness 3. Een leuk spel waarin je paddenstoelen moet verdedigen tegen allerlei verschillende dieren. En dat doe je met verschillende wapens. Nou, er zijn verschillende speltypes, die kun je hier allemaal zien. We gaan het vandaag in deze video vooral hebben over de avontuurmodus. Waarin je heel veel levels moet halen. En we beginnen dan ook met het eerste level. Nou, je ziet voor elk level zie je welke dieren en welke nieuwe wapens erin voorkomen. Dus dat zie je hier in de blokjes die je links en rechts aanwijst. En ook heeft elk level zijn eigen uitdagingen, die zie je met op het scherm. En als je die uitdagingen haalt, krijg je daar sterren voor. Nou, in dit eerste level zie je dat je alleen als wapen een soort blauwe hamer kunt gebruiken. En hiermee moet je de hazen die op de paddenstoelen afgaan, weg proberen te slaan. De hazen eten de paddenstoelen overigens niet op. Maar ze trekken ze wel uit de grond, dus je moet ze terugzetten. En als je ze hebt verslagen, krijg je daarvoor muntjes. Dus probeer de muntjes door het spel heen steeds op te pakken. Want daar krijg je punten voor. En met die punten kun je in dit scherm, tussen de levels door, upgrades doen. Dus je kunt bijvoorbeeld je wapenkracht versterken. We gaan verder met level 2. In dit level zie je kartonnen dozen staan. Deze dozen kun je met alle wapens openmaken en ze bevatten geweren. Nou, het eerste geweer in dit level is een pistool. Deze schiet rubberen kogels tegen de dieren aan en die rubberen kogels kunnen ook andere dieren stuiteren. Nou, de nieuwe vijand in dit level is de egel. De egel probeert de paddenstoelen mee te nemen naar zijn hol. In het derde level krijgen we als nieuw wapen de zaklamp, waarmee je dieren kunt verblinden zoals je hier ziet. Ze komen dan even stil te staan, waardoor je ze makkelijker aan kunt vallen. Nou, de nieuwe vijand in dit level is de slang, je ziet er al een paar kruipen. Maar als ze een paddenstoel hebben opgegeten, dan beginnen ze opeens te vliegen. Dan veranderen ze in een soort van ballon zoals je hier ziet. En dan zijn ze ook heel snel, dus probeer ze eigenlijk daarvoor al dood te maken. Nou, ook zie je in dit level houten dozen staan. Deze kun je openmaken met een geweer of met een bom. En er zitten ook bommen of vallen in. In het vierde level krijgen we als nieuwe vijand de spin. En zoals je ziet, als ik een spin doodmaak, begint het te regenen. En daardoor groeien er nieuwe paddenstoelen. Nou, een nieuw wapen is het aanvalsgeweer. Deze schiet metalen kogels. En je kunt nu ook kristallen kapot schieten. Als je dat doet, krijg je diamanten. En hier krijg je nog meer geld voor dan voor muntjes. Een kleine diamant is $50 en een grote diamant is $250. In level 5 kun je vallen gebruiken. Je kunt ze neerleggen op tactische plekken, waardoor de dieren erin lopen en je ze hebt gevangen. Hierdoor komen ze ineens bij de paddenstoelen in de buurt. En dat is in dit level ook wel handig, want hier heb je de beren erbij als nieuwe vijand. En als deze dieren bij de paddenstoelen in de buurt komen, dan kunnen ze ze ook in één keer heel snel opeten. Dus probeer dat eigenlijk te voorkomen. Nou, we hebben hier ook de zwarte kluis. Die kun je met een sleutel openmaken. En er zit een wapen en bommen en vallen in. Dus probeer die weer te gebruiken om de dieren dood te schieten. In level 6 komen de vleermuizen erbij. Deze vleermuizen die kunnen items laten vallen zoals sleutels en bommen. Maar ze kunnen ook de paddenstoelen stelen. Dus probeer ze met een nieuwe Tesla weer elektrische schokken te geven. Hiermee kun je ook meerdere vleermuizen tegelijk raken. En hier hebben we ook de zilveren kluis. En die bevat diamanten en muntjes. In het zevende level proberen uilen met je paddenstoelen weg te vliegen. Maar jij kunt wel bommen gebruiken om ze in één keer te vernietigen. Dus als je een bom pakt en hem neerlegt, zie je dat er een cirkel omheen komt. En eigenlijk alle uilen die binnen die cirkel vliegen, zoals je hier ziet, worden in één knal vernietigd. Dus probeer de bommen zo goed mogelijk te gebruiken. In het achtste level zie je dat er zometeen mollen uit de grond komen vlak naast je paddenstoelen. En je hebt hier ook de shotgun als nieuw wapen. De shotgun is ook vooral handig tegen sterke dieren zoals de beer, want deze schiet meerdere kogels tegelijk af. Maar probeer dus ook goed op de mollen te letten, want die kunnen heel onverwachts opeens naast je paddenstoelen tevoorschijn komen. In dit level komt ook de gouden kluis erbij. Deze moet je met 3 sleutels openmaken, maar dan komen er ook heel veel diamanten uit. In level 9 is het gordeldier een nieuwe vijand. En deze kan zich zoals je ziet tot een bal oprollen. En dan is hij eigenlijk heel moeilijk te verslaan. Maar je hebt wel als nieuw wapen de mijn gekregen. En als je een mijn op de goede plek neerlegt, komt het gordeldier daar bovenop. En kun je hem alsnog veel schade toerichten. Nou, in het 10e level krijg je de mitrailleur als nieuw wapen. Dit is ook een heel sterk en snel wapen. En hoe lang je de mitrailleur ingedrukt houdt, hoe sneller hij de kogel van zich afschiet. In level 11 vliegen er vogels over je paddenstoelen heen. Ze kunnen je paddenstoelen heel snel stelen, maar ze kunnen ook items laten vallen, net als de vleermuis. Nou, in dit level kun je ook weer een nieuw wapen gebruiken, de Tesla-mijn. Als je deze neerzet, dan elektrocuteert hij alle dieren om zich heen voor een aantal seconden.
In level 12 krijg je het sterkste wapen van het spel. Dit is de bazooka. En zoals je ziet vernietigt hij alles wat op zijn pad komt. Alleen hij heeft wel weinig munitie. Ik heb de eerste bazooka al weer op, zoals je nu zag. Dus ik gebruik nu tussendoor even weer het Tesla-geweer. En nu pak ik weer een bazooka op. Dus probeer hem te gebruiken als de sterke die op het veld staan, zoals deze beren. In level 13 komt het sterkste dier van het spel voorbij. Dit is de egelkoning. Deze egelkoning kan alle paddenstoelen die je hebt in één keer meenemen. Zoals je hier ziet. Hij legt ze op zijn rug en loopt er in één keer mee weg. Dus probeer je wapens zo goed mogelijk te gebruiken om deze dieren zo snel mogelijk af te stoppen. Nou, zo moet je dus de avonturenmodus spelen. Ik ga jullie nu nog even een van de andere speltypes laten zien. En dat is de Animal Lair modus. Hier moet je ook weer je paddenstoelen verdedigen. Maar hier moet je er ook voor zorgen dat als een dier een paddenstoel heeft gestolen, dat hij er niet mee terug kan in zijn hol. En hiervoor moet je dezelfde holen kapot slaan. En dit kun je ook gewoon met je blauwe hamer doen, zoals je hier ziet. Je moet net zo lang door blijven staan totdat het hol helemaal kapot is. Ondertussen moet je natuurlijk wel de dieren ook blijven staan, want die proberen gewoon je paddenstoel mee terug te nemen. Maar zoals je de kans krijgt, ga je weer op het hol slaan. En zie je dus dat je hem helemaal kapot krijgt op een gegeven moment. Dit is dus ook een leuk speltype. Nou, je kunt tussen de speltypes door. Kun je nog even naar je achievements kijken onderaan in het menu. Dit zijn eigenlijk alle prijzen die je hebt gewonnen. En dit was dan onze video over Mushroom Madness 3. We hopen dat je het weer leuk vond. En dat je natuurlijk het spel zelf ook gaat spelen op www.speeleiland.nl. Dus veel plezier en succes daarmee. En bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.